voortgaand verleden. Stichting Microtoerisme Inzicht helpt u uw historische kennis op een gemakkelijke manier groter te maken. Bijvoorbeeld door de geschiedenis van mooie steden in beeld te brengen. Maar u kunt op de website ook gratis historische stadswandelingen en audiobooks downloaden. Na ons bezoek aan het Marktplein van Weimar is het tijd om naar het volgende punt te lopen. Het Democratieplein, oftewel de Plaats der Democratie. Het plein wordt omringd door vroegere paleizen. Een tastbare herinnering aan de bloeitijd van het hertogdom. Het middelpunt is een bronzen ruiterstandbeeld van groothertog Karel August van Saksen-Weimar-Eisenach. Die leefde van 1757 tot 1828. Hij zit, in de uitmonstering van een Romeinse keizer, hoog te paard. Karel August stimuleerde de kunst en cultuur in Weimar en zorgde er op die manier voor dat Weimar zich ontwikkelde tot een cosmopolitisch centrum. De Muziekhogeschool van Weimar is sinds 1951 gevestigd in dit geelkleurige gebouw. Het gebouw werd tussen 1770 en 1774 gebruikt door de vertegenwoordigers van de standen in Thüringen. Na de brand van 1774 trok de hertogelijke familie erin. Ook het gebouw rechts behoort tot de Fransdienst Hochschule für Musik. De Hertogin Amalia Bibliotheek stamt uit de 16e eeuw. En werd het Grünes Schloss genoemd. Anna Amalia, de moeder van hertog Karel August, liet het tussen 1771 en 1776 tot een bibliotheek verbouwen. Na een verwoestende brand in 2004 werd de bibliotheek na een driejarige restauratie in 2007 weer geopend. Het aantal bezoekers dat per dag wordt toegelaten is sterk gelimiteerd. Op dit moment zijn er alweer meer dan 40.000 historische boeken en kunstwerken te bezichtigen. Maar het zal nog tot 2015 duren, voor alle geredde boeken allemaal zijn gerestaureerd. We verlaten de Plaats der Democratie en gaan de directe omgeving ervan verkennen. Het Rode Slot werd tussen 1574 en 1576 gebouwd voor de weduwe hertogin Dorothea Susanna. Bijzonder zijn de barokke gevel en het fraaie wapenschild boven de ingang. Tussen 1781 en 1807 was in het Rode Slot de door Goethe ondersteunde Vrije Tekenschool gevestigd. Nu is het een dependance van de Hertogin Amalia Bibliotheek. Als u helemaal om het gebouw heen loopt, naar de andere kant, ontdekt u waarom dit wat groenige gebouw het Rode Slot wordt genoemd. En dat heeft niets te maken met de vroegere DDR-machthebbers. De onderbouw aan deze kant heeft een rode kleur. Voor het Rode Slot staat de Ildefonso-fontein. De Ildefonso-groep is een kopie van een antiek origineel dat zich nu in het Prado-museum in Madrid bevindt. Pas in 1824 kwam deze fontein op de huidige plaats. Daarvoor stond de fontein voor het huis van Johann Wolfgang von Goethe op de Vrouwenplatz. De linkerjongeling, die met gebogen hoofd in de spiegel kijkt, stelt de slaap voor. De andere jongeling, met de naar beneden wijzende fakkel, stelt de dood voor. Op de achtergrond zien we nog een antieke aardgodin met een vrucht in de hand. Het residentieslot van de vorsten van Weimar is niet te missen. Oorspronkelijk stond hier een waterburcht uit de 10e eeuw, die door een muur was omgeven. Groothertog Karel August liet tussen 1789 en 1803 het barokke residentiekasteel van Weimar bouwen op de resten van een afgebrand kasteel. Alleen een toren uit 1424 bleef bewaard. Het onderste deel van de toren is nog ouder, uit de 10e eeuw. Die toren is dan gelijk het oudste bouwwerk van Weimar.
Op 9 november 1918, 5 jaren na de laatste uitbreiding van het kasteel, ondertekende hertog Willem Ernst zijn abdicatie en hield de Weimar-monarchie op te bestaan. Een paar weken later vond hier de constituerende vergadering plaats van de eerste Duitse republikeinse regering. De naam Weimar-republiek was geboren. Sinds 1923 is het slot een museum. Hier begon in 1547 het gecombineerde archief van Saksen. Later het geheime staatsarchief van de vrijstaat Saksen-Weimar-Eisenach. In de DDR-periode werden hier, vanaf 1965, de archieven van het district Erfurt opgeslagen. Vanaf de Duitse hereniging in 1990 is de vrijstaat Thüringen een van de nieuwe länder van het herenigde Duitsland geworden. En vanaf 1991 fungeert het gebouw als staatshoofdarchief van Thüringen. Het Albert Schweitzer monument werd in 1968 in de DDR-periode aan de stad Weimar aangeboden. Het was het eerste standbeeld ter wereld dat aan Albert Schweitzer was gewijd. De winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede leefde van 1875 tot 1965. Door zijn werk als arts in Afrika, waar hij in Lambarene en Gabon een hospitaal bouwde, was hij een symbool van medemenselijkheid. Voor dit monument is Weimar uitgekozen, omdat Albert Schweitzer zich verbonden voelde met en zich liet inspireren door veel grootheden uit de kunst en cultuur die met Weimar een sterke band hadden. Goethe, Bach, Nietzsche, Schopenhauer. Het gebouw waarin het Albert Schweitzer ontmoetingscentrum is gevestigd, stamt uit 1754. De sprookjesdichter J.C.A. Musaeus woonde hier tot zijn dood in 1787. Begin 80 jaren van de vorige eeuw kwam het in handen van het Albert Schweitzer Comité, waardoor het gespaard bleef voor verder verval. Het ontmoetingscentrum werd in 1984 nog in de DDR-tijd geopend. De beroemde Russische dichter Pushkin, 1799-1837, werd in Duitsland erg bewonderd. Op zijn beurt was hij een grote bewonderaar van Goethe. Dit standbeeld van Pushkin werd in 1949 opgericht om te herdenken dat hij 150 jaar eerder werd geboren.